Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Giga met deze week de Gladiabots, zoals je hier kunt zien. AI Combat Bots maken, hartstikke leuk. Nu lijkt mij overheersen, lijkt mij een leuk iets en daarmee gaan we proberen om een AI te maken. Dus, hoofdstuk 1, niveau 1. We hebben hier een bepaald doel. Heel veel popjes. Heb ik al iets gemaakt? Ja, zo te zien wel. Leader. Hoop leaders. Maar we gaan gewoon even een nieuwe AI maken. Want het is de bedoeling dat ieder robotje wat hier staat, dat wij daarvoor programmeren. Grafisch programmeren. Wat die dan precies doet. En wat we moeten doen bij deze is, denk ik, deze punten gaan overnemen. Top. Hier hebben we YouTube. Gaan we nieuw maken. En deze noem ik aanvallen. YouTube/aanvallen. Kijk, mijn map. YouTube, mijn map. En mijn AI heet aanvallen. Hoe vaak kun je aanvallen zeggen? Mooi. Dus, een grid. Altijd goed. Nou, ingedrukt houden. Slepen. Hebben we voorwaarden en acties. Dus, wat ik nou ga doen. Als eerste is bewegen. Waarheen? We willen bewegen naar de tegenstander toe. En dan de dichtstbijzijnde staat hier. Je kan hier allemaal filters, selecteer doelfilter afhankelijk van, weet ik veel wat. Allemaal. Komt er een blokje. En dat doet hij dan als eerste. Nou. Als ik die nou daarheen sleep. En ik ga hier weer een blokje maken. Dan gaan we aanval. Aanval. Tegenstander. Hartstikke goed. En die heeft wel een filter nodig. Als die een van deze twee is. Dus op korte afstand van mij. Of op middellange afstand van mij. Dan mag hij die aanvallen. Alles wat links staat gaat eerst. Dus deze gaat nu eerst. Als er dan een tegenstander dicht bij hem staat. Of halverwege. Middellange afstand. Zo heet het. Dan moet je dit doen. En als hij dit niet kan doen. Gaat hij kijken naar het volgende blokje. En zo als je ze naast elkaar zet. Kan er hier weer eentje zetten. Die dan als laatste. Als hij niet naar die vijand heen kan lopen. We gaan eens kijken wat dit doet. Dus druk een paar keer op escape. Ik pak mijn team samenstelling. Hier staan ze allemaal op leader. Dat willen we even niet. We klikken die dicht. We gaan naar YouTube. We zeggen aanvallen. Oké, klaar. Nou, allemaal YouTube aanvallen. Hebben ze allemaal erboven staan. En als ik nou op klaar druk, dan gaat hij beginnen. Dan kunnen we kijken wat er gaat gebeuren. En als we dan zo'n bot pakken, kunnen we dus zien wat hij de hele tijd uitvoert. En die eerste kan hij niet. Dus gaat hij naar die tweede. Kijk. Dichtbij genoeg, zolang die niet wegloopt. Ja, hartstikke leuk. Zijn met z'n vieren tegen mij in mijn eentje. Niet eerlijk, gaan we dood aan. Daar gaat het iets beter. Het nadruk op iets. Eigenlijk ook niet heel goed. Waar zijn? Ik mis iets. Maar, dus vraag je je af, als je dan dood bent, wat gebeurt er dan? Dan komen ze hier gewoon weer uit. Kijk, worden ze opnieuw als een soort 3D-printer geprint. En dan krijgen ze de AI mee. En dan gaat hij weer wandelen. Hartstikke leuk. Nou, hier kun je nou zien. Oh, bijna was die van ons. Het gaat harder als ze erin staan, hè? Ja. Nou, maar dus iedere robot die ik nu pak, daarvan zie je van nou, als ik niet kan aanvallen, dan loop ik erheen. En als ik wel kan aanvallen, ga ik aanvallen. Hartstikke leuk. Maar zij zijn veel beter dan wij nu. Dus we moeten een verschilletje gaan maken. Ja, nee, je hoeft niet af te sluiten. We willen gewoon hier de AI aanpassen. Dan sluit ik mezelf af. Oké, dus dit werkt nog niet zo heel goed. Aanvallen werkt nog niet zo heel goed. Maar dit op zich is wel duidelijk. Nou, wat gaan we doen? We gaan voorwaarden toevoegen. Want we willen even controleren wat we zelf zijn. En als ik zelf stormaanval machinegeweer ben, toepassen. En dan hebben we voorwaarden, bots, mezelf. Als ik botklasse jachtgeweer ben. En wat ik ook nog wil is als ik voorwaarden, waar ben je heen? Bots, mezelf. Botklasse, scherpschutter ben. Oké.
De scherpschutter heeft een hele andere range. Dat is een soort van sniper, dus die kan heel ver wegschieten. De stormaanvalklasse en machinegeweerklasse niet. Dus deze haal ik even weg door er één keer op te klikken. Ik zeg ja, doe dat maar. En deze kan ik kopiëren plakken. Kopiëren plakken. Sluiten we weer aan. Ja, moeten we natuurlijk wel veranderen, want anders werkt het niet zo goed. Dit was de storm. Die kan niet op middellang. Die moet dichtbij zijn, anders werkt het helemaal niet. Terwijl dat deze juist wel ook lange afstand kan. Als die een scherpschutter is. Maar ja. Leuk, hè? Nu is het makkelijkste om deze gewoon te kopiëren. Eigenlijk 3 keer. Het is niet het mooiste, maar wel het makkelijkste om nu even te doen. En waarom? Omdat... Oh. Ja, nog een keer. Omdat als ik dit zo doe... Ik zal het zo uitleggen waarom het zo moet doen. Nu heb ik 3 keer hetzelfde blokje nodig. Terwijl dat je zou zeggen dat je ook dit kunt doen. Zo. En dan denk je, oh, als die hier niet kan aanvallen... Dan moet die... Maar daar naartoe, of zo. Maar dat werkt niet zo. Waarom? Hij gaat hier kijken, ben ik dit? En als die dat is, dan is deze alvast goed. En als die dan niet lukt, dan blijft hij hierin staan. Dan gaat hij niet door meer naar de volgende. Dus, dit, deze hier, die werkt helemaal niet. Want we hebben maar 4 verschillende soorten robotjes. En die staan hier allemaal in. Dus het is of die, of die, of die, altijd. Hij kan niet één van deze zijn. Dus hij komt dan nooit meer bij deze terecht. Dat is even belangrijk om dat in de gaten te houden. Wat ik wel zou kunnen doen... is nou, wel leuk om dat zo direct op te lossen. Goed, we gaan eerst eens kijken of dat dit werkt. Dus, deze heet aanvallen. Ze hebben hier allemaal aanvallen. En ik ga deze... Teamsamenstelling ga ik even aanpassen. Ik ga er namelijk eentje... Ga ik veranderen naar het jachtgeweer... En eentje ga ik aan veranderen naar het scherpschutter gebeuren. Dus nou zeg ik klaar. Dan kunnen we ze hier zien staan. En als het goed is gaat deze veel eerder aanvallen. Dus als die in korte, middellange of de lange afstand zit gaat deze al aanvallen. Terwijl deze er eerst helemaal naartoe vliegt. Nou, we gaan eens kijken of dat klopt. Deze zou... Kijk, die controleert nou hier. Ben ik die? Nee, dat ben ik niet. Ben ik die? Nee, dat ben ik niet. Ik ben wel deze. Dus kan ik dit doen? Dan gaat hij dat doen en anders gaat hij wandelen, zoals hij net dus deed. Nou, en daaraan kun je dus zien... ...dat deze dus netjes die lijn aanhoudt. Bij deze controleert hij dus... Hé, ben ik jachtgeweerklasse? Ja, dat ben ik. Moet ik veel dichterbij gaan staan voordat ik ga aanvallen. Nou, dus dit werkt. Zo vangen we verschillende klassen af. Dan gaan we hem eerst even iets mooier maken, terwijl dat het hetzelfde doet. Dat is even wel belangrijk. Iets mooier maken en het doet hetzelfde, dus we halen deze er allemaal uit. En we gaan toch hier zeggen van nou, en anders moet je erheen lopen. Want we gaan namelijk de afstand hierbij stoppen. Dus we kunnen hier al zien, deze heeft dichtbij of middelver. En dat kan ik hier ook doen. Hier kan ik dat ook doen. Afstand van dichtstbijzijnde tegenstander, kort of middellang, toepassen. En ik kan hier ook zeggen... Afstand van dichtstbijzijnde moet kort zijn. En ik kan hier ook zeggen dat de afstand van de dichtstbijzijnde tegenstander... één van deze 3 is of staat tussen. Oké, nu zal hij het wel doen. Nu gaat hij dus eerst kijken, heb ik een vijand dichtbij genoeg, ga ik aanvallen... En zo niet, dan ga ik erheen wandelen. Dat is wat hij nou gaat doen. Gaan we eens kijken of dat hij dat nu doet. En we zien dat alles nog steeds werkt, want hij kijkt, hey, ben ik
Een jachtgeweerklasse, ja, dat is hij. Maar hij is niet dichtbij genoeg, dus doet hij nog niks. Dus gaat hij daarheen wandelen. En nu ziet hij van, hé, ik ben dichtbij genoeg. Dus gaat hij daar wel mee aan de slag. Heel goed. Nou, wat we nu kunnen doen is, we hebben deze. En we hebben die dus aan het overnemen is. Kijk, daar hebben we nou twee, dus we staan nu gelijk. Misschien gaan we deze wel winnen, jongens. Ik denk dat we deze gaan winnen. We wachten hem gewoon even af. Ja, kijk nou. Duurt wel lang, hè? Kunnen we niet? Ja, ik vind wel dat het lang duurt. Ja. Zij staan daar helemaal buiten. En wij lopen iedere keer hier overheen. En als hier een ventje in staat van ons, dan gaat hij dus sneller een punt verzamelen. En daarom lopen onze punten nu hoger op. Sneller hoog op. Dan die van de tegenstander. Ah, deze hebben we gewoon. Een paar minuten. Oeh, was deze dood? Ah, die gaat daar zo weer gewoon mooi in staan. Gaat allemaal goed komen. Kijk, lopen, lopen, lopen. Kunt hier zien wat de AI doet. Komt er dichtbij genoeg. Klapt hij uit. En dan gaat hij ze schieten. We staan nog voor, maar die staat daar link te staan. Link te wezen. Maar deze moeten we wel hebben, toch? Ik denk het wel. ...29-26. Kom op! 2 minuten en 10 seconden. En deze die moeten dus veel dichterbij lopen voordat ze weten, ik ben een stormtrooper en ik kan aanvallen. Oh, ze komen gevaarlijk erbij ineens. Maar we moeten er nou wel doorheen, toch? Die krijgt er 1. Deze krijgt de hele tijd. Deze krijgt de hele tijd. Mooi. Ja, wij lopen nog wel uit. Gaan we winnen? Hebben wij deze robotjes gewoon geprogrammeerd? Lopen, lopen, lopen. En dan wel heel makkelijk geprogrammeerd. Zo direct gaan we de volgende gaan we wat uitrijden. Zodat we rekening gaan houden met deze velden. Want nou negeren mijn robots dat helemaal. Gaan ze alleen al aanval inzetten. En ze houden niet een schild in de gaten. Ze doen eigenlijk helemaal niks. Maar toevallig hiermee. En dit is natuurlijk ook level 1 van hoofdstuk 1. Winnen we toch. Kijk, niveau 1. Dus is dan weliswaar niet zo goed. Maar dat maakt niet uit. 1 minuut. En het lijkt erop dat we dit winnen. Totdat ze hierop terechtkomen, dan wordt het misschien moeilijk. Maar, ah, we drijven ze al terug nu. Deze komt ook terug. Ze staan allemaal leuk te dansen nu. Waarom staan ze allemaal te dansen? Kijk nou, ze gaan ineens achteruit lopen. Wat is dat nou? In de 30 seconden. Heel vervelend. Ik weet wel hoe het komt. Waarom ze achteruit lopen, weet ik wel. Maar dat ze dat ineens de tactiek is, een beetje jammer. Nou. Ja, deze zijn nu iedere keer net aan het lopen. De wapens klaar aan het zetten. En dan zijn ze weer weggelopen. Dus dan blijft hij switchen. Nee, nee, nee. Zo de hele tijd. En dat duurt dus lang. Maar we hebben net gewonnen. Tadaa. Winst. Leuk spel. Goed, vond je het nou leuk? Dan thumbs up. Vond je het niet leuk? Weet je wat je moet doen? Laat vooral reactie achter bij de comments. Bedankt voor het kijken. En kijk volgende week dinsdag om 8 uur weer voor een nieuwe video.